Na een goede nachtrust bij B&B Quarterhouse fietste uw reporter naar Damme. Ik kwam net te laat voor de voorstelling van het Van Moer Logistics Cycling Team. De voorstelling van het team van de leiders kon ik wel nog meepikken. De leiders, die hadden in het bezit van Senna, Rubijn, Jutte Verlander, Greta, Veldrijderijn en dan de man die gisteren met een gemiddelde snelheid van 50,7 de tijd om te winnen. Graag een applaus voor de leidende dames en klassering, een applaus voor Sint-Eustatius, dames en heren. Deze UCI-koers heeft steeds een sterke internationale bezetting. Een van de vorige winnaars was Remco Evenepoel. Maar ook een Dylan Groenewegen en een Jasper Philipsen stonden ooit op het hoogste schavotje. Het weer was killig fris. Gelukkig bleef het droog. Er stonden 150 renners aan de start. Onder andere de nationale teams van Polen en Slovenië tekenden present. Stipt om 2:30 vertrokken de renners voor een rit van 121 kilometer. Nog voor de officiële start was er een valpartij waarbij een vijftal renners betrokken waren. Na het vertrek sprong ik de fiets op en sprintte naar de doortocht op de kasseistrook Waterpolder. Met een hels tempo dokkerden de renners over de kasseien. Verschillende Van Moer boys zaten mooi vooraan in het peloton. Na de doortocht over de kasseien spoedde ik me terug richting Damme. Ik was net op tijd voor de laatste plaatselijke ronde. Er werd tuchtig op plus gevlamd. Enkele renners konden een groepsprint ontlopen. Even later kwam een verbrokkeld peloton aan. Acht renners die in de laatste kilometer ten val kwamen, kregen dezelfde tijd als het peloton. Met mijn fiets die op de VIP-parking stond, keerde ik terug naar Quarterhouse.